Megan heeft mijn nagels net gedaan. Santé, santé, morgen geen kater. Ja. Ja, ja. Oh, dit is een deurstopper. Dit is het hotel. Hier heb je... Zo, je ziet echt helemaal niks. Mojito. Nou, zo zien de verpakkingjes eruit. Dat ik hier letterlijk heb gewerkt. Ik zat achter de kassa hier. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 10 februari en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben me even aan het klaarmaken en moet voor deze schoenen vandaag een foto maken. Ik heb deze schoenen een tijdje geleden van Brons gekregen voor een samenwerking. Daar heb ik al een aantal keer een samenwerking mee gehad en ik moet vandaag die foto even fixen. Dat ga ik samen met een vriendin van me doen. Alleen, ik heb een beetje outfitstress. Ik weet niet wat ik aan moet. Ik heb al 4 verschillende dingen aangehad en ben er nog niet uit. Kijk, ik dacht nu deze broek... En dan wel even met een ander topje, denk ik. Want ik vind dit een beetje saai. Of een jas eroverheen. Maar ik weet het niet zo goed. Ik ben er niet van overtuigd. Het is wel leuk. Maar ik weet niet of ik het echt leuk vind voor een foto. En ik dacht, dit jasje is wel cool om erop te doen. Want er zitten heel veel oranje tinten in. Maar ik vond deze... Even op de grond. Ik vond deze oversized blazer ook wel weer leuk of zo. Dus ik moet nog even kijken. Kijk, want ik vind dit wel cool. Maar ik vind dit misschien nog wel leuker. Keuzestress. Maar ik vind deze body ook leuk. Met een van die twee jasjes. Dus ook met deze blazer. Of dan weer met deze jas. Dit staat op zich ook wel gewoon bij elkaar, denk ik. Ik weet het niet zo goed. Ik was mijn gellakker aan het halen. Maar mijn nagels zijn nu zo... kwetsbaar, zeg maar. Mijn pink die is al afgebroken. Maar ze gaat het vandaag dus even opnieuw doen weer bij me. Alleen, ik moet dus de dag zo doorzien te komen dat ze niet gaan breken. Ja, van die is het even jammer, maar die valt toch niet zo op. Maar als een van deze breekt, zeg maar een van deze 4, ja, dan is het echt lelijk en moeten ze allemaal weer kort. Ik heb dus een nieuw lipglossje opgedaan. Dat is een beetje rozig. Maar ik had deze lipliner van Golden Rose... En toen zag ik dus ook deze lipgloss van Golden Rose. En toen dacht ik, wow, dit is roze. Toen dacht ik, doe het gewoon even voor de grap op. Maar het is mooi. Ik dacht, hij is echt heel roze. Zeg maar, ik hou niet zo van dat felle roze. Maar ik vind dit wel heel erg mooi. In combi met die lip liner. Ik heb heerlijk even wat eten gemaakt. Ik ben echt verslaafd aan pittig mayonaise. Hij is niet eens pittig, maar het heeft gewoon een andere smaak of zo. Wel nog gewoon mayonaise smaak, maar toch anders. En filet en dat op geroosterde broodjes. Ik heb net de pakketten ingepakt. Ik ga ze even wegbrengen en dan moet ik ook even naar de H&M. Ik moet daar nog even wat ophalen. En dan is als het goed is Megan klaar met wie ik de foto ga maken straks. Dus ja, dat is voor nu even de planning. Oké, ik loop weer onderweg naar huis. Ik moest dus even een pak ophalen bij de H&M omdat ik er toch langs kwam. En de pakketten die zijn ook weer weg. Dus dat is fijn. Ik ga nu onderweg naar mijn vriendin en ik heb nu even deze oversized bruine blazer aan, maar ik heb dus ook die andere jas mee voor de zekerheid. Ik was mijn camera vergeten mee te nemen, maar we hebben net foto's gemaakt. Alleen het waaide weer echt ontzettend hard, dus ik ben helemaal verwilderd. Ja, echt helemaal verwilderd, haar in de klit. Maar ik ga nu even kijken of de foto's gelukt zijn. Het is ook echt super koud buiten. We zijn naar Edam gereden trouwens. Dus ik ga even kijken of ze gelukt zijn. Ik heb er in ieder geval echt heel erg veel gemaakt. Dus er moet dan toch wel iets tussen zitten, denk ik. Megan heeft mijn nagels net gedaan. En ik heb een beetje in een Valentijn themaatje. Heel erg leuk. Hier maar kleine hartjes. En hier 2. Leuk. Ik heb het me een partijtje koud. Het is niet normaal. En dat alleen van een stukje naar de auto lopen. Ik heb ook nog geen warme jas aan. Maar ik ga nu naar huis, ga ik lekker eten. Volgens mij ga ik shawarma eten. Licht gaat uit. Ik kan het even aan. Volgens mij ga ik shawarma eten. Maar mijn nagels zijn echt heel erg cute. Het staat natuurlijk weer niet scherp. Heel leuk. Zo, kijk, echt heerlijk. Lekker 2 broodjes shawarma. Zo een trek, dat is niet normaal. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 11 februari. Ik kom net uit mijn bed, zoals je ziet. Ik ga even beneden eten en daarna heerlijk douchen. Ik heb even lekker 2 broodjes gemaakt. Dit is mijn ontbijt. Ik heb net heerlijk even gedoucht en me aangekleed. Dit is de outfit van vandaag, maar ik weet nou eigenlijk niet of ik het leuk vind. Ik heb het ook heel erg koud, dus ik denk dat ik er nog even een trui bovenop doe. Ik heb deze trui er maar even over aangetrokken, maar dat staat eigenlijk ook helemaal niet. Dit is een hele andere kleur groen.
Maar dan kijken we gewoon even doorheen vandaag. Oké, ik ga even met mijn zus naar de Starbucks en haar vriend. Even, we hadden allemaal zin in een Starbucks, dus dat gaan we even halen. Ik heb een koude matcha latte, maar ik heb dus echt veel dingen gehoord. Ik zei echt nog duidelijk Perry, maar hier staat Pelly en hier staat Peffy. Of nou ja, of die streepjes zijn een R, maar dat denk ik niet. Mijn moeder was een tijdje geleden bezig met deze puzzel. En deze is al helemaal af, zeg maar. En ik ben nu aan het kijken of ik misschien het hoofd en dit stukje kan maken. Maar ik ben zo slecht in puzzelen. Het is niet normaal. Het is zo moeilijk. Ik heb me ondertussen klaargemaakt. Ik ga namelijk vanavond uit. Ik twijfelde eerst heel erg of ik zou gaan of niet. Uiteindelijk toch besloten wel te gaan. Het is wel even gezellig. Ik ben ook een hele lange tijd al niet uit geweest. Dus ik heb er wel zin in. Ik ga even mijn outfit laten zien. Ik had echt heel erg outfit stress. Maar uiteindelijk ben ik voor zo'n one shoulder topje gegaan op deze broek. En dan doe ik er zwarte laarsjes onder. En dit glittertasje heb ik mee. Dus ja. Oh ja, en ik heb mijn haar heb ik in zo'n knotje gedaan. En dan de helft los. Oké, okay, dus we zijn nu lekker met z'n allen aan het inbrengen. Ah nee, meen je niet. Ik wil een shotje nemen. Ja. Oké, okay, nou er zijn dus overal van dit soort briefjes verstopt met een tekst eronder dat je dus iets moet doen. En Vince heeft er net één gevonden, dus lees maar voor. Ik ben geiced. Ja. Ik moet of een glas leeg drinken of een shotje nemen. Of ik neem twee shotjes en dan moet iedereen een shotje nemen. Oei. Waar kies je voor? Ik kies weer voor twee shotjes. Santé, santé, morgen geen kater. Ja. Proost. Er zijn heerlijk nachos gemaakt. Kijk hoe lekker. En jij schiet. Oh. Ja, ik zweer je. Oké, we staan letterlijk bij het metrostation. Station. Fucking gezeik, jongen. Daar is nog iemand. Maar, dus ik loop net naar boven. En mensen zeiden hier al, ja, de laatste metro is net gegaan. Dus ik loop naar boven. Ik vraag het aan die man die daar boven staat. Die zegt, ja, klopt. 28ste ging de laatste. En wij waren hier 35. Dus we zijn nu even aan het kijken of er nog een taxi of iets gaat om wel nog daar naartoe te gaan, maar het is zo jammer. Kijk, dit ben ik. Hoi. Oh, moet ik iets meer naar links? Oh! Oh shit. Betty. Dit ben ik. Het is een leekvlog dit, hè? Hoi. Je hebt gewoon 70% aangevlogd. Maar dit is wel grappig, want dit is een soort van schilderijachtig geschilderd. En we lopen hier dus langs. We hebben net McDonald's gehaald. Ik heb hier nog een frietsausje en Stijn heeft mijn cheeseburger in de handen. Die cheeseburger is hier. Oh. Goedemorgen, het is vandaag zondag 12 februari. Ik heb, zoals je ziet, een hele slechte huid. Ik heb overal wat pukkels en dingen. Ik heb het lekker met rust gelaten. Ik heb net heerlijk gedoucht. Nou ja, ik was gisteravond uit, zoals je zag. En het was echt een grote drama met de terugweg. Want, ik ging met de bus zeg maar naar huis. En een vriend van mij moest een paar haltes eerder eruit. Dus die ging eruit. En sindsdien ben ik op mijn telefoon gegaan. Ben ik op TikTok gaan scrollen. Ik ben niet eens in slaap gevallen, niks. En ik kijk op. Ben ik gewoon echt aan de andere... Nou ja, niet helemaal aan de andere kant van Purmerend. Maar echt gewoon 5 haltes verderop. Dus ik dacht, dit meen je niet, hè. Ik vond het zo kut. Dus ik moest het er nog even beseffen. Dus ik drukte ook niet op het stopknopje. Dus ik was zeg maar de eerstvolgende halte. Had ik ook alweer gemist. Dus ik daarna snel stoppen, uitgestapt. En ik dat hele pokken uit naar huis moeten lopen. Terwijl ik ook vet nodig moest plassen. Dus het was echt een drama. Dus ik naar huis gelopen. Ik was bijna thuis. En Rara, wie zie voorbij rijden? De bus waar ik in zat. Die ging dus zeg maar weer op de terugweg naar Amsterdam. Dus ik had in principe had kunnen blijven zitten. En aan die vrouw kunnen vragen. Want ze reed letterlijk langs mijn huis. Bij de halte. Had ik gewoon in de bus kunnen blijven zitten. Maar ja, niet gelukt. Ik voel me ook best wel een beetje belabberd. Belabberd, of hoe je het ook noemt. Dus ik heb zomaar het idee dat dit even een hele rustige zondag wordt. Ik ga niks verder doen, denk ik. Ik heb ook lekker een joggingpak aan. Dus ik ga nu naar beneden. Ga ik even kijken of ik wat wil eten. En ik denk lekker gewoon op de bank zitten. Hoogtepunt van de dag waarschijnlijk. Maar ik heb even katervoedsel gehaald. Een spicy cheeseburger heb ik. Ik zie er echt nog steeds vet slecht uit. Maar ik ben alleen met mijn moeder vanavond en we hebben sushi besteld. Heel erg veel zin in, niet normaal. Ik had net even de hond uitgelaten en eten gegeven.
En ik denk dat ik nu even een filmpje of zo even opzet. En wacht tot het eten er is. Maar ik heb wel echt heel erg veel trek. Het heeft echt langer dan een uur geduurd. Maar het is er eindelijk. Ik heb wel heel erg veel trek. Dus eet smakelijk. Goed nieuws. Ik ben toch nog wat nuttigs aan het doen vandaag. Namelijk de pakketten inpakken. Want ik bedacht me dat ik dat morgen niet kon doen. Let niet op het licht. Want er is hier heel weinig licht van... Die lamp komt amper licht, dus ik doe altijd die TikTok-lamp aan. Maar ik ga morgen naar Utrecht, dus ik kan het dan helemaal niet doen. Was ik even vergeten, nee, ik was niet vergeten dat ik naar Utrecht ging, maar ik was even vergeten dat ik het dus morgen dus niet kan doen. En er zit ook bestelling bij vanaf vrijdag, dus ik moet het sowieso wel op de post doen morgen. Maar dat kan mijn moeder of mijn vader misschien wel doen. Maar dan heb ik het in ieder geval ingepakt. Het is vandaag maandag 13 januari en ik sta op het punt om weg te gaan. Ik heb zoals altijd weer eens haast. Maar ik ga namelijk naar Utrecht een nachtje. Ik ga daar naar een hotel. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ben ook nog nooit in Utrecht geweest. Ja, kijk me raar aan. Ik ben echt nog nooit in Utrecht geweest. Maar ja, ik ga er vandaag heen en ik hoop dat het leuk is. Ik heb dus alleen weer deze broek aan. Ik had deze laatst met uitgaan aan, maar ik wilde hem per se vandaag ook aan. Wel gewoon met de andere top natuurlijk. Deze top is van Perifashion, de broek ook. Alleen de broek is er helaas niet meer. Oké, ik ben nu aangekomen in Utrecht. Maar parkeren is echt een drama hier. Het is allemaal zo duur. Dus we zijn nu ergens waar het ook heel duur was. Maar wel minder duur. En toen hebben we de metro of de tram hier naartoe gepakt. Nu zijn we bij het winkelcentrum. Dus daar gaan we even in. Kijk maar, hier is het winkelcentrum. En het eerste wat ik ook even ga doen is eten, want ik heb zo'n honger. Oké, dit was dus echt al te ruiken van een kilometer afstand. Dus hier ga ik even lekker broodje halen. Of nou ja, het is een gyros wrap. Dus het wordt helemaal zo opgerold in een bakje en heel erg lekker. Dus ik ben benieuwd. En zo ziet het er dan uit. Ik heb voor truffel gyros gekozen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoor, hoe dit smaakt. Ik ben dus nu even bij de Zara en ik had wat dingen gepast. Deze, ja, body, maar die heb ik niet aangekregen. Want ik bleef achter elk gaasje hangen. En ik had deze ook in het zwart. Heb ik dus niet gepast. Maar ik had dit pak gepast. Zo'n jumpsuit-achtig. Stond wel heel leuk, maar ik twijfel een beetje. Deze daarentegen was wel heel erg leuk. Op een spijkerbroek denk ik dat dit echt heel leuk staat. En hij is ook echt nog maar 17 euro, dus. Ik loop nu even in My Jewelry, maar er zijn echt zoveel leuke sieraden. Ik word helemaal gek. Ik ben dus echt verliefd op kaarsen, maar ik vind dit soort kaarsen dus echt al helemaal superleuk. Kijk nou, het is bijna uitverkocht zie ik al. Heel leuk. En hier ook nog allemaal hele mooie. Ik ben nu in de Flying Tiger, volgens mij heet het binnen. Maar ze hebben dus allemaal van die... Hoe noem je dat? Van die verrassingstasjes. En dan weet je dus niet wat erin zit. Die is voor kinderen. Deze is voor volwassenen. En hier heb je dan ook weer kids en adult, zeg maar. Dus het leek ons grappig om voor een gein gewoon eentje te kopen. En dan even kijken wat erin zit. Oké, zo benieuwd. Dus we gaan nu openmaken. Maar volgens mij is dit echt één grote grap. Maar het gaat ook moeilijk open. Ja, wat is dit nou weer? Als eerst. Oh, dit is een deurstopper. Dit is een deurstopper. En draad. Nou, is dit voor adults? Nee. Dit zijn gewoon papiertjes om op te schrijven. Is het nog wat... Wauw, een sleutelhanger. Dit is echt de domste aankoop die ik ooit heb gedaan. Dan zit er nog een pen in met kleuren. Van dat draad om een cadeautje te doen. En dit is, ik weet niet wat het is. Een of andere doekjes of zo. Nou ja, dat was het. Dus als je ooit twijfelt om een surprise box te kopen bij Flying Tiger, niet doen. Want het is echt shit. Nou, dit is het hotel. Hier heb je, zo, je ziet echt helemaal niks. Oh, hier. Hier heb je dus het badkamer. En dan loop je zo door naar het bed. Hier heb je nog een stoeltje, bankje. TV en deze. Ik heb me eventjes omgekleed om te gaan eten. Ik heb een leren broek aan. Ik heb wel alleen deze schoenen mee. Maar op zich staat het wel leuk. En off-shoulder topje. Ik heb alleen niet mijn bandjes off-shoulder. Maar dat zie je toch niet met mijn blazer. En dan heb ik deze glittertas. Dus dat is leuk. Ondertussen zijn we aan het lopen naar de Street Food Club. Daar heb ik gereserveerd.
En daar kan je allemaal van die kleine hapjes bestellen en weet ik veel wat. En het is volgens mij verdeeld in 3 thema's. Ik weet niet in welk thema wij zitten, maar ik heb er zin in, want ik heb echt super veel trek. We zijn aangekomen, we gaan nu lekker naar binnen. Nou, hier staan alle hapjes. Zoals ik al zei, volgens mij zijn het dus allemaal kleine hapjes. Dus we hebben maar wat uitgekozen en ik denk dat het wel lekker is, want we kunnen altijd meer bestellen. Het ziet er in ieder geval heel erg gezellig uit. En wij zitten dus nu in het linkerdeel. En je hebt in het midden nog een deel en helemaal daarachter. Hier hebben we het eerste gerechtje. Het is volgens mij vlees. Ik weet niet precies wat het is, maar het ziet er in ieder geval wel heel erg lekker uit. Deze hebben we nu ook gekregen. Deze. Besef, hebben jullie ooit kroephoek op deze manier gekregen? Het zit zelfs gewoon een kleurtje aan de kroephoek. En dit is een pindadip. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat smaakt. Net gegeten en nu onderweg naar de rumclub. Want dat blijkt ook leuk te zijn. Dus dachten daar even een drankje te doen. Alleen, kijk hoe raar het tunnel dit is. Best wel een beetje eng. Allemaal graffiti op de muren. Terwijl op zich wel grappig eigenlijk, maar wel een beetje eng. Allemaal verschillende kleuren licht. Roze en blauw. Ziet er wel grappig uit. Dit zit dus aan de gracht. Het heet dus de Rumclub. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit. Ik heb dus een cocktail met iets met meloen. En die ander is een mojito. Die seks heeft met Sex on the Beach. Of zoiets. Ik weet het niet precies. Maar zoiets was de naam. De naam was dus net iets anders. Het is Mojito's Having Sex on the Beach. Dat. En het lijkt op een personal martini. Maar dat is dus niet. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 14 februari. Ik heb even snel wat aangedaan. Want ik ga nu beneden ontbijten. En dat is echt maar tot 10 uur. Dus ik denk dat ik daarna ga douchen. Of ik douche lekker thuis. Dat kan ook. Want ik ga toch naar huis zo. Maar moet nog even kijken. In ieder geval even ontbijten, want anders is dat al weg. Ik vind tot 10 uur ook wel echt vroeg. Meestal was het tot 11 uur. En dan ga ik pas om 10 uur ontbijten. Tenminste ik. Maar ja, hier was het vanaf 6 uur. 'S ochtends tot 10 uur. Dus nou ja. We gaan eens lekker ontbijten. En ze hebben hier allemaal lekkere dingen. Dus ik denk dat het wel gaat lukken. Bij een lopend buffet stel ik echt altijd de raarste combi's. Dus ik heb nu hier een chocoladebroodje. Chocoladecroissantje met een donut. Scrambled egg met nog een gekookt eitje. Dit ziet er ook heerlijk uit. Ondertussen, gedoucht en al. Ik weet niet of jullie mij verstaan. Ik zit in de auto onderweg, lekker naar huis. En ik heb nog een smoothie bij de Albert Heijn gehaald met sinaasappel en kiwi. Dus ga ik lekker opdrinken. Thuis ga ik ook mijn make-up even doen, want daar had ik net echt totaal geen zin in. Ik ben thuis en ik heb mijn Shein pakketje binnengekregen. Ik heb namelijk die She Glam, of hoe heet het? Die contour en een highlighter, een blush en een poeder. Ik kwam het de hele tijd tegen op TikTok en ik dacht, ik moet dit proberen. Ik weet niet op wat het is getest en of het goed is, maar heel veel mensen op TikTok gebruiken het. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het even uitpakken. Nou, zo zien de verpakkingjes eruit. Wel heel erg schattig. Ik weet even niet meer wat ik eigenlijk allemaal heb besteld. Oh ja. Ik heb echt geen idee of het lichtgoed is, maar ik heb ze ondertussen even allemaal uitgepakt. Ik vind de verpakkingen wel heel erg mooi. Deze ziet er wel een beetje cheap uit. Maar ik ga even laten zien welke kleur ik ook allemaal heb. Dan heb ik de highlighter in Tea Cake genomen. Zeg ik dat goed? Ja, Tea Cake. Gaat weer... Oh, volgens mij gaat deze wel anders. Ja, deze heeft zo'n applicator. Die andere, het is echt om stippen te zetten. En dan heb ik de blush. Heb ik in Rose Ritual. Ritual, als ik het goed zeg. En die is ook weer show. Ik ben echt wel heel benieuwd hoor. Ik heb wel het idee dat er niet heel veel in zit. Maar het blijft Shein. En het was 5 euro. Dus ja, dat is dan logisch met zulke potjes. Oh ja, en deze poeder. Ik had gewoon die, hoe heet dat ook weer? Die transparante kleur. Translucent, als ik het goed zeg. Ik ben zo slecht in Engelse uitspraken, maar goed. En die wilde ik ook gewoon proberen voor... Oh, er zit zelfs zo'n dingetje bij. Hoe werkt dit? Ik moet nog even ondervinden hoe dit werkt, want er komt niks uit nu. Ik snap even niet, moet dit eraf? Nou, in ieder geval... Deze dus. Het duurde mij een half uur om uit te vinden dat hier een stickertje in zat. En dit de gaatjes zijn waar het poeder doorheen komt. Je kan het echt heel slecht zien. Maar er zit een sticker in en die zakt gewoon echt niet. Kijk. Ik heb mijn foundation en concealer erop gedaan.
Ik ga nu met de producten van She Glam aan de gang. De poeder heb ik trouwens al onder mijn ogen gedaan. En op zich was die wel oké. Ik moet nog even kijken verder in de dag hoe het dan zit. Maar goed. Ik ga beginnen met contour. Slash bronzerachtig. Ik weet niet precies wat het nou moet voorstellen. Maar die gaan wij... Even kijken. Ik moet even naar mezelf kijken. Oeh, ik denk dat dit al te veel is. Ik moet eigenlijk... Oh, ik weet het niet. Een spiegel even goed hebben. Nou, ik denk dat ik veel te veel heb. Ik ben heel bang. We gaan het blenden. Ik ga zo even in de spiegel kijken dus. Want ik weet echt niet hoe dit eruit ziet. Op camera kan ik het heel erg slecht zien. Maar volgens mij is het wel mooi. Oké. Ik ben fan. Dan gaan we door naar blush. Die doe ik, ja, in het begin denk ik even zo. Echt geen idee, hè? Of hoeveel ik moet doen. En deze ga ik denk ik even met de kwast uitblenden. Oeh, ik vind de kleur wel heel mooi. Hij is niet te fel. Beetje wat donkerder dan blush die ik normaal op heb. Ik trek hem altijd even een beetje hier naartoe door. Ook dit weet ik dus niet hoe dit eruit ziet. Ik doe het ook even een beetje op mijn neus. Oké. Ik ga weer in de spiegel kijken. Oké, ik heb net gekeken. Ik vind hem heel mooi. Alleen ik moet denk ik nog iets meer uitblenden. Want ik denk dat die anders iets te heftig is. Ik moet het voortaan even met de spiegel doen. Maar ik wilde het jullie gelijk even laten weten wat ik ervan vind. Ik weet ook niet hoe het op camera overkomt. Maar in de spiegel leek het nog wel wat heftig. Dan heb ik nog de highlighter. En ja, ik heb eigenlijk bijna nooit echt highlighter op. Maar ik stel voor hier... Kom maar wat af. Ik zie het zo niet. Hier... Op mijn neus. Alsjeblieft niet in mijn oog. En dit ga ik denk ik even met mijn vingers zetten. Zo. Geen idee meer hoe dit eruit ziet. Sorry dat ik de hele tijd niet in de camera kijk. Maar ja, anders zie ik al helemaal niet wat ik aan het doen ben. Misschien dat ik wel even een kwast moet pakken. Ik weet het niet. Nou. Ik ga weer kijken. Oké, ik vind het oprecht niet lelijk. Maar ik moet het echt in de spiegel doen. Want ik heb veel te veel op mijn wangen gedaan. En mijn neus. Nou, die glimt ook als ik weet niet wat. Ik vind het mooi. Maar niet meer in de camera. Want dat gaat gewoon niet goed. Ik ga even terugkijken hoe dit eruit ziet. Ik weet het niet. Oké, ik heb het even beter uitgeblend. En ik zeg je eerlijk, ik ben echt fan. Ik vind het heel erg mooi. En het gaat ook super makkelijk op. En je blendt het ook best wel gewoon super makkelijk uit. Nou ja, net dus niet. Maar ik vind het wel mooi. Het is natuurlijk Valentijnsdag. En dat betekent weer een kortingscode voor Perry Fashion. Ik ben hier net even mee bezig geweest. 5 februari, Happy Valentine's Day. Shop alleen vandaag met 40% korting met de code 4D14. En nou ja, linkje naar de website. Toen had ik ook nog... Deze foto had ik in het hotel gemaakt. En ik vond het wel grappig. Ik heb door Hungry heb ik... shoppen gezet. Nou, dit is vervelend. Oeh, ja. Oh, gaat helemaal fout. En hier weer een linkje. En nou, dit had ik even opgezet. Omdat dit natuurlijk een beetje roze is. Helemaal Valentijnsachtig. En toen had ik nog deze post gemaakt. Happy Valentine's Day. Alleen vandaag vind ik, nou ja, dat hetzelfde als net. Weet je wel? Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 15 februari. Ik ben al een tijdje op. Ik heb net lekker ontbeten. Heerlijk gedoucht en content gemaakt voor mijn eigen TikTok-account en voor TikTok-account voor Perry Fashion. En ik denk dat ik daar nog eventjes mee doorga, aangezien het echt best wel mooi licht is nu vandaag hier in deze kamer. Dus ik ga nog even voor TikTok-inspiratie scrollen op TikTok, wat ik heel de dag door al doe. Maar als ik iets tegenkom, dan kan ik die gelijk maken, dus dat is top. Ik ben dus alweer een tijdje bezig met... content maken. Maar ik merk altijd, als ik heel veel aandacht aan TikTok besteed, dan gaat die echt niet goed. En altijd als ik snel een TikTok maak, dan gaat die ineens viraal. Maar ja, dat weet je ook maar nooit. Ik heb nu trouwens die Veterbody aan in het blauw.
die we ook in het wit hebben. Ik had er ook even een video over gemaakt, omdat mensen best wel veel wilden weten van welke maat je hem, tot welke maat je hem ook kon dragen, zeg maar, omdat hij één maat is. En of de veter los kan, of je die strak kan trekken, of je los kan maken, dat soort dingen. Dus dat heb ik ook net gedaan. En ik had dus net deze TikTok gemaakt, maar dit is gewoon letterlijk mijn zus. Ik ben de hele dag bezig geweest met Perry Fashion en ik ga morgen de pakketten doen, want ik had het zo ingepland dat ik vandaag gewoon een content ging maken voor dingen en even een Insta post heb gedaan en dat soort dingen. Dan ga ik morgen de pakketten doen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 16 februari en dat is de dag waarop ik naar de tandarts moest samen met mijn broer. Maar ik heb me verslapen, ik ben het vergeten. Tenminste, ik wist dat we 16 februari moesten. Maar ik had nooit een tijd doorgekregen van mijn moeder, want mijn moeder wist dat. En ik dacht dat mijn broer wist dat wij echt samen moesten. Maar dat wist hij niet, dus hij was wel gegaan en ik niet. Nou, lekker dan. Nu heeft hij kunnen regelen dat ik om 9:30 kan. We moesten eigenlijk om 8:00. Het is nu 9:10, dus ik moet er vandoor. Anders kom ik weer te laat en dat willen we ook niet hebben. Ik heb net lekker gedoucht, snel tanden gepoetst natuurlijk. Verder zie ik er niet uit, want ik heb niks aan mijn gezicht gedaan, niks aan mijn haar gedaan. Er zit één rare knik in. Maar goed, ik moet gaan. Zoals je ziet ben ik net geweest. En het was eigenlijk allemaal wel prima, maar ik moet wel een afspraak bij de mondhygiëniste maken. En daar ga ik gelijk morgen heen en ik heb weer een nieuwe afspraak gemaakt voor over 6 maanden. Dus er was niet heel veel aan de hand. Oh ja, ik had een beetje pijn aan mijn kies. Ik dacht dat ik een gaatje had, want eten deed soms pijn. Alleen hij wist het ook niet precies, maar hij heeft nu wat weggeslepen of zo. Ik heb geen idee wat hij heeft gedaan, hij heeft het uitgelegd, maar het zal wel. En nu ga ik dus even denk ik hier naar de supermarkt om even wat eten te halen. Ik was dus hier bij de FOMAR even wat eten halen, maar het is zo raar. Omdat ik hier letterlijk heb gewerkt. Ik zat achter de kassa hier. Niet voor heel lang hoor, maar het is zo raar, want er werkt ook echt bijna niemand meer die er werkte toen ik er werkte. Nou, een heel feestje op mijn bord. En ik heb nog een plakje kipfilet voor mijn hond, want dat vindt ze altijd heel lekker. Ik heb vandaag lekker een simpel outfitje aan. Deze is eigenlijk van een joggingpak, maar ik vond hem gewoon ook wel leuk op een spijkerbroek. Ik ben ondertussen even op alle mailtjes van Perry Fashion aan het reageren. Van mensen die een retour willen sturen enzovoort. Ik neem je weer eens langzaam mee hoe ik één pakketje inpak. Pakketjes weg te brengen, maar het moet even gebeuren, dus ik ga dat nu doen. Ik heb vanavond lekker op de bank gechilled en sluit bij deze de vlog weer af. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En doe even een duimpje omhoog, druk even het belletje en vergeet niet te abonneren. Doei doei!